gaan vandaag gaan we kijken naar evenwichtsreacties. Maar voordat we zover zijn, moeten we nog even terug naar de aflopende reacties. Dit is de reacties die wij over het algemeen nu kennen. Ja, waarin een beginstof A wordt omgezet in een product B. En als ik dat in een assenstelsel zou gaan zetten, ja, dan zie ik dat beginstof A, als ik daarmee begin, ja, dat ik heel veel van beginstof A heb. En dat die concentratie natuurlijk afneemt. En dat er steeds meer B bij komt. Want A wordt namelijk omgezet in B. En bij een aflopende reactie zien we dat de reactie afloopt op het moment dat mijn beginstof A is opgehouden. Nu is iets heel anders aan de hand bij een evenwichtsreactie. Want bij een evenwichtsreactie wordt mijn beginstof A wordt omgezet in product B. Maar mijn product B kan weer worden omgezet naar mijn beginstof A. En hoe schrijf ik dat op? Ik zie dat mijn beginstof A wordt omgezet naar product B. Dus ik zie een pijl naar rechts, maar ik zie dus ook een pijl terug. De pijl naar rechts heb ik S1 genoemd en de pijl naar links heb ik S2 genoemd. Maar daar komen we straks op. Gaan we nou dezezelfde grafiek, gaan we die ook maken voor een evenwichtsreactie? Dan zien we, als we naar de linker grafiek kijken, dat ik natuurlijk, ik begin met beginstof A. Daar is heel veel van. En er is geen product B nog. Maar langzaam maar zeker neemt die hoeveelheid B, die neemt natuurlijk toe. Of de concentratie moet ik eigenlijk zeggen, die neemt toe. De concentratie A die neemt af. Maar als er een klein beetje B is gevormd, kan een nog kleiner beetje daarvan natuurlijk worden teruggevormd naar die stof A. Dus we zien hier uiteindelijk dat die concentraties, die komen naar elkaar. En het zou kunnen zijn dat deze lijnen elkaar gaan raken, dat ze elkaar gaan snijden of helemaal niet in de buurt komen. Maar wat het punt hiervan is dat deze lijnen op een gegeven moment horizontaal lopen. De concentraties blijven gelijk. En op het moment dat die concentraties gelijk blijven, dan zeggen we dat deze reactie in evenwicht is. Let wel op, het is een dynamisch evenwicht, dus deze reacties die vinden nog steeds plaats. Alleen, wat we dus weten, is dat S1 is gelijk aan S2. Ja? Dus de reactie naar rechts, die loopt op het moment dat die concentraties parallel aan elkaar lopen. De reactie naar rechts loopt net zo hard als de reactie naar links. Dat bedoelen we met een dynamisch evenwicht. Ja? Dus er verandert de hele tijd nog iets, maar de concentraties niet meer. Nou kan ik, in plaats van dat ik hier concentraties op de y-as zet, kan ik natuurlijk ook de reactiesnelheid op de y-as zetten. Dus ik heb hier de reactiesnelheid en de tijd. Ja, ik zie dat de reactie naar rechts toe, daar begin ik natuurlijk mee, want ik heb heel veel A en ik heb geen B. Die reactiesnelheid is het grootst, S2 is het kleinst. En op het moment dat die elkaar raken, die lijnen, en die gaan elkaar natuurlijk altijd raken. Ja, dat noem ik, ja, die tijd die verstreken is, noem ik de insteltijd. Vanaf dat moment, ja, vanaf dat moment heb ik een evenwicht, heb ik een dynamisch evenwicht. En dat kan dus alleen maar met een evenwichtsreactie. Je ziet dat hier, heb ik het nog bijgezet, maar het punt waar die twee lijnen naar elkaar toe gaan en elkaar raken, ja, daar is dus reactiesnelheid van S1 is even groot als die van S2. Dit zijn echt lastige zaken om dat in je hoofd te krijgen, ja, omdat die evenwichtsreactie zo compleet anders is als die aflopende reactie. Hier dan een voorbeeld, want we gaan hier natuurlijk mee rekenen. Ja, en het voorbeeld staat hier. Ja, ik heb 2 mol NO2 gas en dat wordt omgezet in 1 mol N2O4 gas. Ja, dit noemen we een homogeen evenwicht, omdat beide stoffen, ja, omdat alle stoffen in mijn reactie, die zijn in dezelfde fase, namelijk in de gasfase. Ja, hier kan ik een evenwichtsvoorwaarde voor maken. Ja, en die evenwichtsvoorwaarde begint altijd met een evenwicht constante. Ja, en ik zeg constant, want het komt van het Duitse constant en niet van het Nederlandse constant of het Engelse constant. Hij wordt met een K wordt die geschreven. Dus K is mijn constant. Ja, je ziet hier de concentratie N2O4. Dus wat ik hier doe, wat er rechts van mijn pijl staat, zet ik bovenin. Dit wordt de teller, dit wordt de noemer. En ik heb hier mijn coëfficiënt heb ik 2 gemaakt. Heb ik rood gemaakt, die 2. Omdat je hem hier terug ziet verschijnen als kwadraat. Ja? Dus mijn coëfficiënt hier, ja, wordt een exponent daar. Dus als hier een 3 zou staan, moet hier natuurlijk ook een 3 staan. Ja, dus wat er rechts staat,
komt in de teller. Wat er links staat, dat komt in een noemer. En het gaat over concentraties. Dus let goed op. Ja, want dat wordt natuurlijk nooit gegeven. Er wordt altijd een hoeveelheid mol, ja, per een x-aantal liter. En dan moet je dus die mol delen door die x-aantal liter. Hier mogen alleen maar stoffen in staan in de evenwichtsvoorwaarden die in de gasfase zijn of in de opgeloste fase. Ja, het gaat dus over, hè, het gaat over concentratie. En iets in een vloeibare of in een vaste fase heeft natuurlijk geen concentratie. Dus past die niet in de evenwichtsvoorwaarden, ja, wat dit is. En het laatste belangrijke punt, ja, dat deze K hangt af van de temperatuur. En dat is belangrijk, want voor iedere temperatuur heb ik dus een andere K-waarde. Ja, dus die K-waarde, ja, daar gaan we mee spelen. Die K-waarde is vaak gegeven en dan kan je, hè, als je twee van de drie onbekende weet, ja, dan kan je de derde natuurlijk uitrekenen. Maar we gaan er complexere sommen mee doen. Ja, dus ja, hier gaan we dus mee aan het werk met het rekenwerk. Maar erg belangrijk, nogmaals, ja, deze grafiek kunnen vergelijken met deze twee grafieken. Ik heb er vier getekend, omdat de twee alternatieven ook goed zijn. Ja, aflopende reactie, blijf dat in je hoofd houden. En de evenwichtsreactie. Goed, ik hoop dat dit geholpen heeft. Laat het weten in de comments. Misschien vind je een van mijn andere filmpjes leuk of wil je subscriben. Ja, ik ben altijd blij met comments of suggesties. Ik hoop van je te horen. Heel veel succes!